Dinsdagmorgen kwam de kreukelpaal aan in Eindhoven. Hij vervangt de oude lantaarnpaal die veel meer schade veroorzaakt bij een aanrijding. Zo ziet een aanrijding met een botsvriendelijke kreukelpaal eruit. Een kreukelpaal is een botsvriendelijke paal en dat wil zeggen dat die minder schade oplevert bij aanrijding. Ja, hier zaten vaak auto's tegen de lantaarnpaal aan. Ja, komen er vanaf de autosnelweg waar je 120 km per uur mag, ga je terug naar 80. En dan kom je hier de bocht in waar je maar 50 km per uur mag. En dat wil wel eens fout gaan hier in de bocht. Mensen houden zich niet altijd aan de snelheid en komen dan tot stilstand tegen de lichtmast. Voorlopig staat er alleen een kreukelpaal op de afrit van de Kennedylaan in Eindhoven. De gemeente wil namelijk eerst zien hoe het in de praktijk bij een botsing werkt. De gemeente Eindhoven heeft daarom besloten om op deze locatie de eerste kreukelpaal te plaatsen. En achteraf te evalueren als deze mast weer een keer aangereden wordt. Om te kijken van hebben we nu minder materiële en immateriële schade. Dus het wachten is weer op de eerste aanrijding hier? Ja, liever niet. Maar dat zal onverhoopt toch al gaan gebeuren in de toekomst.